Denen, fin de siècle. Een duizelingwekkende metropool en smeltkroes van culturen. Gustav Klimt was hier het boegbeeld van een nieuwe generatie kunstenaars die radicaal brak met het verleden. De tentoonstelling Golden Boy Gustav Klimt in het Van Gogh Museum geeft een overzicht van zijn oeuvre. Topstukken van over de hele wereld zullen hier te zien zijn. Ik neem jullie mee naar een aantal van deze werken en begin waar het ook voor Klimt allemaal echt begon. Het Kunsthistorisches Museum. Hier kregen nog jonge Klimt rond 1890 de opdracht schilderingen in het trappenhuis te maken. Als je om je heen kijkt, zie je de meest verschillende soorten marmer. Het is echt ongelooflijk wat hier allemaal bij elkaar is gebracht. Zo imposant. En tegelijkertijd is het ook gedecoreerd. Tijdens mijn studie in het begin 20, toen kwam ik voor het eerst hier in Wenen en toen liep ik die trappen op van het Kunsthistorisch Museum. En toen werd ik dus geconfronteerd met deze overweldigende schilderingen. En toen viel het me natuurlijk meteen al op dat er een aantal schilderingen specifiek eruit springen. En dat die echt wel je raken. Dat het echt iets is wat niet zeg maar puur decoratie is, maar dat het echt iets is wat een zeggingskracht heeft en een soort bijna moderniteit die nog steeds geldend is. En ja, dat frappeerde me als klein ben ik nooit geweest, maar in ieder geval als jong jochie enorm. En ja, natuurlijk, dit zijn on-Nederlandse trappenhuizen, dat kennen wij ook niet in Nederland. We zien Rubens, we zien Rembrandt, we zien Raphael, we zien Tizia, we zien Correggio. We zien alle grootheden van de klassieke kunstgeschiedenis bij elkaar. Maar hoe doet Klimt dat nou? En dat is wel bijzonder, want Klimt springt er als het ware een beetje uit. Hij zorgt er namelijk voor dat hij een eigen stijl ontwikkelt. En zich als het ware een beetje wil losworstelen van wat we noemen het historisme. Historisme wil zeggen, je verwijst naar stijlen uit het verleden. De tentoonstelling in het Van Gogh Museum begint bij dat historisme. Bij die allereerste fase van Klimt's oeuvre, waarin hij dus heel veel plafondschilderingen maakt, decoraties. En natuurlijk, we kunnen die plafondschilderingen niet naar Amsterdam halen. Maar er zijn gelukkig wel studies bewaard voor die schilderingen. En die laten we zien. Wat zo nieuw hier is voor deze tijd, we zitten hier in 1890, 1891... is het feit dat Klimt ornament gebruikt. Patronen, decoratie. Je ziet hoe hij omgaat met die figuren. Je ziet dat ze eigenlijk mensen zijn geworden van vlees en bloed. Dat het niet alleen maar personages uit de klassieke oudheid zijn, uit de Renaissance of uit de barok, maar dat het mensen zijn geworden die hier en nu leven. Hij gebruikt hier natuurlijk veelvuldig goud, wat enerzijds verwijst naar al dat goud wat ook te zien is hier op de kapitelen en als je om je heen kijkt in de decoraties. En die zullen ontzettend belangrijk worden in zijn latere werk ook. En als we dan langs deze wand glijden, dan zien we als we beginnen het symbool van de 15e eeuw in Italië, in Rome. Dat is een dame met een heel mooi gouden gewaad die een kerk, ecclesia, in haar handen heeft. Aan de andere kant zien we dan een doge als symbool voor het Venetiaanse renaissance. Tussen die zuilen in zien we dan heel fraai een heel bijzondere figuur, namelijk die bij marmeren balustrade staat, een beetje vooroverbuigt, wijst naar wat Griekse beelden. En dat is het symbool van Tanagra. Er waren heel veel opgravingen van de zogenaamde meisjes van Tanagra. En deze dame poseert daarbij. Dan zien we de figuur van Pallas Athene. Ze heeft een speer in de hand, een mooi gorgonenschild als achtergrond, als bijna aureool. De godin van de overwinning, Nike, in haar hand. Aan de andere kant van die boog zien we dan de Egyptische godin met een gier, die het symbool was van die godin, op de achtergrond met die mooie stilering die zo kenmerkend is voor de Egyptische kunst. Tussen die zuilen zien we een sarcofaag, de godin Isis, en eigenlijk allerlei andere Egyptische paraphernalia. En tenslotte komen we weer terug bij de Italiaanse vroegrenaissance. En dan zien we een heel mooi mansportret, wat gebaseerd is op een van de werken hier uit het Kunsthistorisches Museum. En aan de andere kant misschien wel eigenlijk het ultieme vernieuwende wat Klimt hier in deze wandschilderingen heeft laten zien, is die figuur, die dame met dat bijna moderne kapsel, die tegelijkertijd ook heel rustig op die boog leunt en gekenmerkt wordt door haar gewaad, wat bestaat uit patronen, ornamenten. Het decoratieve, wat voor Klimt straks zo heel erg belangrijk zal gaan worden. Evenals natuurlijk dat schitterende goud wat je ziet. Dat blinkt van alle kanten en daardoor springt die figuur, hoewel ze in de hoek geplaatst is, eigenlijk van de wand af. Nou, en het zegt natuurlijk wel iets over de status en de reputatie van Klimt op dat moment natuurlijk. Want het werd enorm goed geapprecieerd. En ook het kreeg een keizerlijke goedkeuring daarmee. Gustav Klimt beschilderde meerdere trappenhuizen. Ik neem jullie mee naar het Leopold Museum, waar een studie hangt voor een van deze muurdecoraties, die ook zal afreizen naar het Van Gogh Museum in Amsterdam. Een heel bijzonder werk voor Klimt, een lang formaat. Het is een voorstudie voor een schildering voor een groot gebouw, namelijk voor het Burgtheater. En Klimt en de zijnen, dus ook zijn broer Ernst en ook Frans Matsch, die kregen de opdracht om schilderingen te maken. En dat moesten niet zomaar schilderingen zijn, maar die moesten passen bij het thema van het theater. En hier heeft hij dus gekozen voor het zogenaamde Dionysus-theater. En Dionysus was de god van de wijn, van het plezier, van de bacchanten, van de menaden. De vrouwen die zeg maar wilde uitspattingen maakten. En je ziet het ook hier bijna laveloos, hè, vol van drank, zich neervlijen rondom die sculptuur van de god Dionysus. Hè, er wordt muziek gemaakt, maar ook de muzici zijn helemaal uitgeput en liggen bijna gevloerd zeg maar, op de marmeren trappen. En je moet je ook voorstellen, dit zat dus heel hoog boven het trappenhuis. Dat mensen dus zeg maar naar die trap opliepen en dan keken naar die prachtige schildering van Gustav Klimt en ook zijn techniek en zijn kwaliteit konden zien als kunstenaar. En wat maakt dit nou zo spannend? Het is die combinatie van enerzijds de houdingen van de figuren die heel levensecht lijken te zijn en tegelijkertijd die enorme schwung en bravoure die hij in de compositie heeft gelegd. En het was wel duidelijk dat met dit soort schilderingen je echt wel kon spreken van een veelbelovend talent. Klimt als Golden Boy voor Wenen. En we hebben juist dit schilderij uitgekozen om het begrip historisme goed te laten zien. Hè? Die vroege periode van Klimt, waarin hij zich nog laat leiden door stijlen uit het verleden, ook door kunstenaars uit het verleden. Je ziet een snufje Alma Tadema, je ziet een beetje van Alexandre Cabanel, een Franse kunstenaar, in de compositie, in de manier waarop hij die figuren schildert. Maar maakt er toch weer zijn eigen decoratie van. En dat is wat Klimt maakt. Gustavs muurschilderingen werden fantastisch ontvangen. De Golden Boy kreeg opdracht na opdracht binnen. En zo ook van de Universiteit van Wenen. Een enorme eer. Maar zijn schilderingen werden daar niet door iedereen gewaardeerd. Hij kreeg kritiek op zijn eigenzinnige interpretatie. In de ogen van de professoren waren deze schilderingen veel te vaag. En botste Klimts visie met de wetenschappelijke en traditionele opvattingen van de universiteit. Klimt voelde zich persoonlijk aangevallen en vooral beledigd, omdat hij niet de artistieke vrijheid kreeg waar hij voor vocht. Deze vrijheid vond Gustav wel in privéopdrachten. Een van die opdrachten was dit bijzondere schilderij. Een van mijn favorieten in deze tentoonstelling. Het is een heel mooi klein werkje van Klimt, getiteld Schubert aan de piano. Het is een voorstudie voor een grote werk wat helaas verloren is gegaan in de Tweede Wereldoorlog. Maar oorspronkelijk had hij dit bedoeld als een sopraporta, noemen we dat. Dus een werk voor boven de deur, voor de muzieksalon, de muziekkamer van een rijke industrieel, Nicolas Dumba. En het grappige is dat in dit werkje zie je dat Klimt zoekende is, net zoals Van Gogh continu aan het experimenteren is en weer een nieuwe stijl zoekt, naar welke stijl nou eigenlijk de zijne moet zijn. Want hier zie je allerlei impressionistische invloeden. En zo werd dat ook door de kritiek destijds opgemerkt. Er werd zelfs door een bekende criticus, Carl Kraus, gezegd van het lijkt wel alsof hij hier enerzijds nog een beetje dat symbolistische heeft met die vage gestalten zoals bij de Belgische kunstenaar Knopf. En anderzijds zie je toch alweer die puntjes, dat pointillisme een beetje doorschemeren in dit werk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dat kaarslicht of naar de manier waarop hij de achtergrond geschilderd heeft. Maar hoe het ook zij, duidelijk is dat hij zich dus wel heel sterk heeft laten inspireren door dat impressionisme. En ondanks dat kleine formaat van het werkje heeft een enorme uitstraling en zeggingskracht. Het werd ook door de pers enorm bejubeld. Er waren zelfs mensen die dit een van de beste schilderijen van dat moment vonden. Hij vindt het heel mooi stemmig. Ik kan me voorstellen dat mensen hier heel gecharmeerd van zijn. Omdat met heel weinig verf, enorme zeggingskracht, weet je wel, het is heel suggestief. Je hoort die vrouwen bijna zingen aan de piano. En het ontstijgt een beetje het anekdotische en het historische. Want het is natuurlijk een historische figuur, een historische setting. Maar tegelijkertijd is het heel tijdloos. En dat is het mooie van het schilderijtje. En het is gewoon heel verfijnd. En het ademt een enorm bijzondere atmosfeer. En dat is denk ik wel de kracht van dit werkje van Schubert aan de piano. Dit is het eerste landschap wat Klimt schildert in een vierkant formaat, wat heel bijzonder is. Nu zien we dat vierkante formaat bijvoorbeeld ook bij de werken van Van Gogh, die hij in zijn laatste periode maakt in Auvers-sur-Oise, dichtbij Parijs. Waar komt het dan vandaan, zou je zeggen? Sommigen denken dat het uit de Japanse kunst is. Hoe dan ook, het is wel heel bijzonder dat hij daarvoor kiest, want normaal zou je zeggen een landschap is meer een panoramisch iets. En als je dan kijkt naar de manier waarop het geschilderd is... het is heel mooi met van zachte pasteltinten bijna. En als je kijkt naar de manier waarop bijvoorbeeld die blauwe, paarse... weerspiegelingen in het water zo mooi subtiel door hem ook zijn weergegeven... dan roept het ook herinneringen op aan bijvoorbeeld de landschapsschilderijen... of de reflecties bijvoorbeeld in de scène van werken van Claude Monet. En we weten dat hij dus één werk specifiek gekend heeft... wat ook afgebeeld was in die tijd in tijdschriften. Wat we ook op de tentoonstelling zullen hebben. Dus we kunnen hele mooie parallellen trekken tussen enerzijds... dat werk van Monet, wat zo mooi die sfeer... bijna mistige sfeer van het scènelandschap weergeeft. Maar niet alleen Monet was heel belangrijk voor Klimt. Klimt heeft ook heel erg gekeken naar werken van Fernand Khnopff bijvoorbeeld. Dat was een Belgisch kunstenaar. Hij heeft ook landschappen gemaakt die eigenlijk zo'n beetje zo'nzelfde dromerige atmosferische uitstraling hebben. Dus het is heel bijzonder dat we dit werk juist in de Klimt-tentoonstelling in Amsterdam, het Van Gogh Museum, hebben. Omdat het enerzijds heel mooi een parallel maakt met een schilderij van Monet wat we krijgen. Anderzijds met een schilderij van Fernand Khnopff, wat we ook in de tentoonstelling laten zien. En tegelijkertijd ook vanwege het vierkante formaat met een werk van Van Gogh bijvoorbeeld. Niet alleen Klimt, maar ook andere Weense kunstenaars vonden de kunst die in hun stad gepresenteerd werd ouderwets en traditioneel. Ze wilden moderne kunst uit het buitenland tentoonstellen in deze hoofdstad. En daarvoor richtten ze de kunstenaarsvereniging Secession op. Letterlijk vertaald afsplitsing. Gustav Klimt werd benoemd tot voorzitter van deze vereniging. We staan hier in de ruimte met een 34 meter, met 2 meter hoog Fries van Gustav Klimt. Dit Fries heeft hij speciaal ontworpen en uitgevoerd voor de zogenaamde Beethoven-tentoonstelling van 1902 in deze Secession, in deze moderne kunsttempel. En wat is dan nu eigenlijk de essentie van dat Beethoven Frieze? Waar gaat het om? Wat heeft hij willen afbeelden? En wat we hier zien is in feite een soort, niet alleen hommage aan Beethoven, maar tegelijkertijd ook is het een soort symboliek van het lijden en het strijden van de mensheid. En uiteindelijk door kunst, door muziek, vindt dat zijn ultieme extase als het ware in de kus. En daar komt alles bij elkaar. De symbiose tussen man en vrouw. En als we dan dat Fries, zeg maar, bekijken, dan zien we zwevende figuren. Een symbool voor het lijden van de zwakke mensheid. Gesymboliseerd wordt door geknielde figuren die als het ware smeken aan een gouden ridder om verlost te worden uit dat lijden. De mensheid heeft pijn, heeft lijden, heeft zwakheden. En zij vragen dan smekend om hen als het ware op te tillen... en dan in een ander tijdperk, in een andere wereld te doen belanden. Vervolgens zweven de gestaltes verder... en komen dan terecht bij een volgend drama... waar een grote gorilla, de reus Tyfoon... met 3 gorgonen die zeg maar, de mens verleidt... en tegelijk ook in het verderf stort. Symbolisering van kwade, de dood. Er ligt een schedel op de grond, je ziet een enorme slang. Je ziet ook dat er 3 vrouwen, als het ware, de mensen verleiden. De ene is wellust, de andere is onkuisheid, de andere is onmatigheid. Dan krijg je een soort knagende, kwellend gevoel. Kommer en kwel. Maar die zwevende gestalten gaan gewoon verder... en laten als het ware de vijandelijke gestaltes achter zich. En uiteindelijk is het de muziek, de kunst, zoals hier verbeeld door Klimt... met deze prachtige figuur, met een lier. De muziek en de kunst die zeg maar, de mens optilt uit het alledaagse. Het doet een beetje Egyptisch aan, het is heel erg gestileerd. En vervolgens krijg je even een césuur. En uiteindelijk combineert het allemaal in die ene ode aan die vreugde, de Ode to Joy. Waar je in feite ziet dat er koor van paradijsengelen het uitschreeuwen van vreugde... Vervolgens zie je een soort symbiose tussen man en vrouw... die als het ware in een kokon zitten, samensmelten. Zon en maan, man en vrouw, die in één gesmolten zijn. En dat is eigenlijk weer de symboliek van diesen Kuss der ganzen Welt. Dus deze kus is eigenlijk gericht aan het vertalen aan de hele wereld. Mooi gemaakt door Klimt in edelstenen, goud opleg, op een soort materiaal wat lijkt op een soort gips, gesso. En tegelijkertijd zie je dat het dus heel mat is, behalve natuurlijk die goudopbrengst. Dit is het origineel. In Amsterdam krijgen wij straks in het Van Gogh Museum een kopie daarvan, waarbij we dezelfde maten hanteren als hier bij het originele Beethoven Frieze. En we zullen dan daaronder originele tekeningen hebben die iedere keer voorstudie zijn voor een bepaald gedeelte van dat Fries. En als je de muziek dan daarbij hoort, dan snap je helemaal wat de inspiratie is geweest voor Gustav Klimt. Trouwens, over inspiratie gesproken, er zijn natuurlijk veel meer dan alleen maar de muziek van Beethoven inspiratiebron hier aan te wijzen. In eerste instantie is dat vooral de figuur van Charles Rennie Mackintosh en zijn vrouw Margaret MacDonald Mackintosh. Die hebben namelijk ook op een soortgelijke manier friezen, fresco's gemaakt ter decoratie. En die waren hier in Wenen tentoongesteld, waren een grote hit. Voor de rest zijn er ook nog invloeden te zien van bijvoorbeeld Engelse kunstenaar Beardsley, van de Nederlander Jan Toorop. Er zijn invloeden te zien van de Belgische beeldhouwer Georges Minne. Bijvoorbeeld de geknielde figuur van Georges Minne was hier in een soort fonteinopstelling te zien op de Secession. En heeft ook weer invloed gehad op bijvoorbeeld die geknielde figuren die de ridders smeken om hen, als het ware, te komen redden uit de alledaagse beslommeringen. Talrijke invloeden, ontwikkelingen, allemaal doordat de Secession ernaar streefde om eigentijdse moderne kunstenaars naar de Secession, naar Wenen te halen, om zich daardoor te laten inspireren, om hun invloed op te pikken en tegelijkertijd ook te laten zien wat er aan moderne eigentijdse kunst überhaupt in West-Europa voorhanden was. Het laatste museum dat ik met jullie ga bezoeken is het Belvedere. Dit museum heeft de grootste Klimt-collectie ter wereld en leent ons enkele topstukken uit. Deze werken laten ons de Klimt zien zoals de meesten hem zullen kennen. Nou, dit is wel een heel bijzonder en tegelijkertijd heel cruciaal werk binnen het oeuvre van Gustav Klimt. Want het is ook de eerste keer dat hij echt vol met bladgoud in de weer gaat. We hebben natuurlijk al gezien bij de schilderingen voor het traphuis van het Kunsthistorisch Museum hoe hij al met goud in de weer gaat in zijn schilderingen. Maar hier gebruikt hij dat ten volle. Het onderwerp is een Joodse vrouw en heeft natuurlijk heel vaak een podium gegeven aan Joodse vrouwen. Ondanks dat opkomende antisemitisme in het Wenen van de eind van de 19e eeuw zorgt hij ervoor dat die vrouwen kunnen stralen, dat er een soort platform voor hen gecreëerd worden. En die vrouwen presenteren zich graag ook als vrouw van de wereld. Ze lezen literatuur, ze zijn bezig met interieurs, design. Ze kleden zich volgens de nieuwste mode, zijn helemaal van toen, van nu zou je nu zeggen. En we staan hier ook voor een werk wat een Joodse vrouw als onderwerp heeft, namelijk Judith. Judith was in het kamp binnengedrongen van de vijand en maakt Holofernes een kopje kleiner. Dus het is tegelijkertijd ook synoniem van die kracht van een Joodse vrouw. En het wordt hier verbeeld op een schitterende manier door haar, zeg maar, zo af te beelden dat ze echt de controle heeft. Dus ze zouden kunnen zien als een vrouw met louter een erotische uitstraling, als lustobject. Maar ze ontstijgt dat eigenlijk. In feite wat hier gebeurt is, een Joodse vrouw wordt een vrouw van de wereld. Wat natuurlijk opvalt is dat goud, hoe die daarmee omgaat. Het is geïnspireerd door ornamenten en decoratieve patronen die weer teruggrijpen naar Myceense vormen. Dus heel bijzonder in het oeuvre van Klimt, omdat hij voor het eerst hier het bladgoud ten volle gebruikt. Dus hier is de Golden Boy uiteindelijk ook echt met goud bezig. Maar uiteindelijk vindt dat natuurlijk zijn apotheose als het ware, waarin hij dat goud ten volle gaat benutten. En dat meesterwerk is de kus. Dit prachtige landschapsschilderij van Gustav Klimt komt ook naar Amsterdam. Heel vaak ging Klimt in de zomermaanden met zijn geliefde Emily Vleug en haar familie de tijd doorbrengen in de natuur, want hij hield heel erg van de natuur. Hij had zelf ook bij zijn atelier een tuin met bloemen en planten. Maar het liefste was hij in de zomermaanden lekker buiten. En dat gaf hem natuurlijk echt ook energie en kracht, wat hij ook weer gegeven in dit schilderij. En de manier waarop hij schildert Dit schilderij dateert uit 1912, is heel bijzonder. Want het laat de invloed zien van niemand minder dan Vincent van Gogh. Want Vincent van Gogh heeft ook landschappen geschilderd die met een enorme energie en kracht op het doek zijn gezet. Van Gogh was best populair in Wenen. Hij heeft verschillende tentoonstellingen gehad. We weten zeker dat Klimt originele Van Goghs gezien heeft. We weten ook dat Van Gogh verzameld werd door een aantal beroemde verzamelaars in Wenen. En hij was geobsedeerd bijna door die techniek van Van Gogh. En wilde dat eigenlijk hier ook laten zien. Hoe kan ik nou schilderen à la Van Gogh? En als je goed inzoomt op bepaalde details, dan zie je, mede door het gebruik van die hele pasteuze toets, dat bijna boetseert hij als het ware met de verf, zoals Van Gogh dat ook doet. En dan kun je zien, in dit soort details, dat er echt een enorme dikke laag verf op is aangebracht. Kleurschema van dat paars-blauw, wat je ook bij Van Gogh ziet. En tegelijkertijd de enorme dynamiek die uit dat schilderij komt. Nog een aspect wat Van Gogh en Klimt verbindt, is het vierkante formaat. Want we hebben een aantal schilderijen uit de laatste periode van Van Gogh geschilderd in Auvers-sur-Oise bij Parijs, waarin je ziet dat Van Gogh een vierkant formaat gebruikt. En dat is typerend voor de landschappen van Klimt. Bijna allemaal zijn ze in vierkanten geschilderd. We hebben dat ook gezien bij een ander landschap, een vroeg landschap, eigenlijk het eerste wat hij maakte, van dat mooie meer, wat nog een beetje zo die ochtendstemming heeft. En daar zagen we ook al een vierkant. En dat was weer geïnspireerd door impressionisten zoals bijvoorbeeld Claude Monet. Dus we zien eigenlijk Monet, Van Gogh, allemaal invloeden op het werk van Klimt. Dus hij is niet de genie die uit de lucht komt vallen, maar hij kijkt om zich heen, hij kijkt rond. Hij ontmoet kunstenaars, hij ziet werken van verschillende internationale kunstenaars, zuigt er als het ware in zich op en maakt daar totaal iets eigens van wat nog altijd Klimt is. Door de Secession was de nieuwste Europese kunst ook in Wenen te bewonderen en liet de kunstenaars zich hierdoor inspireren. Bij Klimt is duidelijk te zien hoe in elke fase van zijn leven weer nieuwe kunstenaars tot inspiratie hebben gediend. We hebben net gezien hoe belangrijk Van Gogh was voor Gustav Klimt. Voor zijn landschap in het algemeen. Ook het thema van de zonbloemen hebben we zien terugkomen in werken van Klimt. Maar het gaat bij Van Gogh natuurlijk ook heel erg over sterke kleurcontrasten. Het portret van Johanna Staude is niet groot, maar het heeft een enorme uitstraling. En dat komt vooral door die kleurcontrasten. Door dat oranje tegenover het blauw van haar blouse. Maar tegelijkertijd zie je ook dat het niet af is. Want als je goed naar het doek kijkt, zie je dat er gewoon nog onbeschilderde gedeeltes zijn die nog onbedekt zijn. Tegelijkertijd staan we ook naast een ander doek wat ook nog niet voltooid is. De bruid. En het is heel bijzonder dat dit monumentale doek ook naar Amsterdam komt. Van enorm formaat. Maar ook, net als Johanna Staude, onaf. Dat kun je duidelijk zien aan een aantal partijen waar het ruwe doek nog gewoon te zien is. Schetsmatige houtskool. En tegelijkertijd ook nog hele gedeeltes die nog niet bedekt zijn door verf. Maar dat geeft een heel mooi inkijkje natuurlijk in hoe Klimt te werk ging. Dit is een van de laatste, misschien wel het laatste schilderij van Gustav Klimt. De bruid, wat nog onaf in het atelier stond toen hij overleed. Maar het is heel uniek en heel bijzonder dat we juist dit schilderij naar Amsterdam halen, naar het Van Gogh Museum, waar het een van de laatste werken is binnen de tentoonstelling Golden Boy Gustav Klimt. En tegelijkertijd doet het daarmee ook denken aan dat laatste werk van Gogh, de boomwortels. Dus het is sleutelwerk binnen het oeuvre van Klimt en tegelijkertijd ook een hele mooie link, een parallel eigenlijk, met het laatste werk van Vincent van Gogh. Ik ben trots en dankbaar dat we na jarenlange voorbereidingen de tentoonstelling Golden Boy Gustav Klimt hebben kunnen realiseren in het Van Gogh Museum. En zou haar alle collega's en betrokkenen willen danken voor hun enorme toewijding en inzet. Nooit waren er in Nederland zoveel Klimts bij elkaar. Deze zijn tot en met 8 januari 2023... in het Van Gogh Museum in Amsterdam te bewonderen.